De Volendamse hartebreker heeft tot laat opgetreden en is niet helemaal bij de les. Bent u meneer Schilder? Nicolaas Schilder. Kunnen jullie uw schoenen aandoen? Ik wil even met u naar uw auto gaan. Die auto? Ja, die auto van u. Neem aan, de 14XGN die van u is, hè? Ja, dat klopt. Ja. Kunt u even uw schoenen even aandoen? Dan lopen we even snel naar de wagen. Dus in ieder geval niks ernstigs. Oké. Laten we daar maar vanuit gaan. U hoeft niet... Dus dit is je auto? Ja. Kijk eens goed naar je auto. Is er gras op? Misschien zijn wij van de KLPD. Wij zijn ook, zoals je die auto achter jou ziet, met camera uitgerust. En ja, we hebben gisteren deze auto hebben wij gevolgd. Mm-hmm. En we zijn hem kwijtgeraakt. We wou je wel graag even wat beelden laten zien. Vind je dat goed? Gisteravond. Laat in de avond. Ik heb hem uitgelegd aan een vriend van me. Nou ja, dat zien we zo meteen. Kom even kijken? Ja, natuurlijk. De vraag is, hoe diep zit die vriendschap nog straks? Als hij straks het hemd van het lijf wordt voort. En er ook nog wat schokkende beelden worden vertoond. Hoe reageert dan deze nerveuze jongen? Deze Nick, die nog nooit in zijn leven met politie in aanraking is geweest. Op het moment pik je bij jou op de A1. Ja, die zon zit een beetje moeilijk. Dan gaat de ambulanceauto. Wij komen rijden en dan in één keer rijdt een auto achter de ambulanceauto. Mm-hmm. Zie je het kenteken? Ja, dat is mijn auto. Dat is jouw auto. Ja. Wat er nu gebeurd is, als je dus verder kijkt, zie je de snelheid. Die zie je hier gewoon oplopen. Mm-hmm. Die ambulance, dat is vrij simpel. Die heeft iemand bij zich die ergens naartoe gebracht wordt en wordt spoed. Maar wat je dus nu heel veel ziet, en dat doe jij dus nu hier ook op dit puntje, is dat je meegaat in de slipstream van die ambulanceauto. Ja, ja. Gewoon mee in de slipstream, ja. Je ziet hem pakken, dus de afstand gaat hij pakken. De bocht komen we door en dan komen we bij het verkeerslicht uit. Dan zie je dus dat... Dan zie je dus dat die ambulance die doet rechts afslaan. Mm-hmm. Bij die afslag. Jij gaat aan de rechter rijstrook ook staan en vervolgens pleur je naar links. Ja, echt ongelooflijk. Maar je kunt je die situatie wel voorstellen. Meneer, ik heb mijn auto uitgegeven. Dus ik zit niet in die auto die je daar laat zien. Bebouwde kom. 108. Mega hard. Wat wil je zeggen? Dit kon ik dus in de bebouwde kom. Bij 50 graden. Echt überhaupt niet maken. Nee. Jij zit erin. Het is jouw auto. Ja, het is mijn auto. Als je kijkt alleen al naar die snelheid, je kijkt naar het rijgedrag van jou. Absoluut. Dit is gewoon helemaal niet goed. Hij gaat nu langzaam remmen zo meteen. Oh, ja. Hij gaat toch niet het bos in? Zie je? Daar gaat het bos in. Oh jee. Het bos in. Kijk, dan wordt het, en dan wordt het voor ons natuurlijk een beetje penibel. Los van dit soort wagens dat wij hebben. Dus begrijp je, dus ook wel op dat soort wegen ga ik dus echt rijden. Hoef ik ook niet te rijden. Bij dit soort overtredingen, met deze maximum, mm-hmm. is het heel erg simpel. Invorderen van de rijbewijs. Invorderen van de rijbewijs. Je begint er al te leren, zeg. Ja, ik weet er alles van. We rijden 110.000 kilometer per jaar. Ja, vier van de auto wil ik hebben. Nick is helemaal van slag. Hij begint er al van te stotteren. Ja, het is niet anders, Nick. Inleveren je rijbewijs. En by the way, je auto nemen we ook mee. Behalve als je de jarige dochter van oma Gent gaat bellen, dan is er misschien nog wel wat te regelen. Hallo, met Carlijn. Hey, Carlijn. Met wie spreek ik? Met Nick. Van Nick en Simon. Van Nick en Simon. Maar waar is Simon dan? Simon, die is er even niet. Ik weet het niet. Maar woon jij dan niet met Simon? Nee, ik woon niet samen met Simon, nee. Dat nog net niet. Ik vind jou toch leuker. Laat het maar niet horen. Ik ben hartstikke fan van jou en ik word morgen 11. Nou, dat alvast gefeliciteerd, Carlijn. Wil je dan voor me zingen? Rosanne. Je wil gewoon dat ik nu Rosanne ga zingen. Waarvoor? Het is nog vroeg, Carlijn. Als je nu gaat zingen, dan kan het wel. Ja, goed zo. Ik kan nu de taartdoos weg laten gaan. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijft. Lieve, 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 lieve voor altijd. Alsjeblieft. Dankjewel.
In plaats dat er een auto wordt afgevoerd, kom ik zijn eigen auto brengen. Helemaal spik en span. Goedemorgen. Ik ben niet gewassen, jongen. Hey. Nee, ik word overvallen door de politie. Welkom bij Banaan. Kijk, daar staat hij. Daar, in dat kamertje. Dankjewel. Met dochje. Hey, en die vriend van jou, dat is een goeie. Dat is even schrikken 's ochtends, hè? Je krijgt hem terug, hè? Ja, het was wel schrikken, ja, absoluut. Volgens mij had je de nacht heel laat optreden gehad. Ja, ik lag er net in, bij wijze van spreken. Ik had een uurtje of 5 geslapen. En als ik dan 2 agenten aanbel, ik dacht, jeetje, ik ging echt alles na. Ik dacht, nee, toen die auto, ik dacht, Kees. Ben je nog altijd vrienden met Kees? Nog wel, ja. Nog wel? Ja. Hey, en mag hij nog altijd je auto lenen of is dat voorbij? Nou, weet je, kijk, ik gun Kees best een leuke avond in een bos. Dat vind ik toch wel leuk van je, Nick. En als hij dan echt mijn auto daarvoor nodig hebt, ja, dan moet je hem ook van binnen schoonmaken. Misschien een keertje meegaan naar het bos. Nou, wat dat jullie dus even misten, dat is wat ik kwam dus bij die auto aan. Dat zag je op camera niet, maar er lagen zweepjes en een roze boa. Klaar op de achterbank. Ik dacht bij mezelf, jongen, is dat niet nodig? Ja. Tot zover deze berichtgeving. Ja, dat deden jullie zelf, hoor. Ja, we gaan nu verder met... Carlijn is hier ook. En nou, die was vereerd met dat optreden van jou. Carlijn heeft ook een heleboel vriendinnen. En Carlijn vroeg mij voor de uitzending van... Goh, zou ik het telefoonnummer van Nick misschien aan mijn vriendinnen mogen geven, want die zijn ook binnenkort allemaal jarig, dus zou je dat erg vinden? Geef mij hun nummers maar. Dan bel ik hun wel. Dat komt hier, helemaal goed. Ik heb hier nog iets leuks. Dit is speciaal, dit is niet voor jou, sorry. Dit is speciaal voor Kees. Kees, je weet er niks van, maar je krijgt mij een mooie emmer met een lekker shampootje erbij en een spons. Dan kun je namelijk elke zaterdag, want dat is namelijk de afspraak, oh. Kan hij elke zaterdag vanaf nu 52 weken lang, elke zaterdagochtend, je auto gaan wassen. Nou, dankjewel, dankjewel. Dit is tof. En voor jou, en ik vind dat je hem echt hebt verdiend, deze fantastische bananensplit trofee, alsjeblieft. Ik verder niet. Nou, dankjewel. Dankjewel. Super.